denk ik, terugkrijgen als ik het aan de staat terugverkoop. Ik weet dat het leger interesse heeft. Ik weet dat de PL zelf ook het eiland willen kopen. Om er uiteindelijk iets anders mee te kunnen doen. Dat weet ik niet. Hey kijkers, van DDC, welkom bij gloednieuwe Mytopia. Zoals gezegd, niet alleen maar auto-video's, niet alleen maar boerenadems-video's, maar ook gewoon weer normale video's waarin ik in ieder geval bij voortgang uit ga leggen. En er komen ook weer hele vette updates aan. Laten we hier... Ik ga eerst even naar binnen, want het is nooit veilig hier in de city natuurlijk. Enigszins nog veilig op mijn eilandje. We gaan het vandaag over mijn eiland hebben. En de mensen die de titel hebben gezien, die weten waarschijnlijk al een beetje waar het heen gaat. Maar ik wil van mijn eiland af. Ik weet zeker dat heel veel spelers hebben van, holy shit David, dit kon je nog helemaal volbouwen. Waarom? Waarom zou je het doen? Je hebt een ondergrondse baas, dat is zeker heel erg vet. Maar het heeft een aantal redenen en die zal ik proberen uit te leggen. Reden 1, misschien wel een van de belangrijkste redenen, is dat het te gevaarlijk is in de city. Niet zozeer voor mij, maar wel voor de vaak jonge spelers die hier komen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Totaal oud geld was het 25 miljoen. Al mijn geld zat hier ook in. Ik had ook voor de rest bijna niks meer. Dus dat zal ik denk ik terugkrijgen als ik het aan de staat terugverkoop. Ik weet dat het leger interesse heeft. Ik weet dat de PL zelf ook het eiland willen kopen. Om er uiteindelijk iets anders mee te kunnen doen. Dat weet ik niet helemaal. En we hebben hier nog heel veel spullen liggen. Dus die moeten we even ophalen. En besef wel dat ik daarna geen huis... Oh, dit is de verkeerde deur. Dit is een submarine. Dat wist ik wel. Ik was jullie aan het testen. Nee, wat ik wou zeggen is dat het natuurlijk een... Waar moet ik eigenlijk zijn? Daar kwam ik uit. Zou het... Die zijn? Ik denk dat het de kluis is. Die is voor mij daar. Het is wat te gevaarlijk. En niet zozeer voor mij, nogmaals, want ik speel nu ook in Venice. Mensen zien mij niet eens. Er is gelukkig ook niemand online nu trouwens in deze stad. En dat zegt natuurlijk ook wel redelijk wat. Opslag. Dat zegt ook redelijk wat. Dat mensen gewoon een beetje angstig zijn om hier te zijn. Want ja, je kan inderdaad alles in één keer kwijtraken. Ik kom hier wel weg, maar het gaat voornamelijk om mensen die gewoon benieuwd zijn. Die kijken een video van mij en hebben zoiets van... Wayo, David, ik wil het allemaal checken. Als het goed is dit allemaal zo'n beetje leeg. Ja, oh. Oh, gekochte plots. Daar moeten we ook nog even wat mee doen. Want Rauben en Sleen, die hebben voor mij ook nog allemaal dingen gekocht met mijn geld. Maar dat zien we wel. Sleen, die mag in ieder geval zijn boot houden die hier ligt. Dat weet ik al wel. Ik denk dat Ruben, die mag wat plots houden. Maar ik wil zelf ook wat. Voor mij zal dat... In een van deze kisten. Al de laatste. Het was de laatste. Oké. Dit is hele mooie kleding. Gekocht met mijn geld. Dus dat neem ik natuurlijk nou ja, in beslag. Dat klinkt zo fout. Maar ik neem het mee. En oeh, steel. Ik vind dat wel een vet setje hoor. En ik moet ook gaan kijken wat ik wil gaan halen hiermee. Niet vergeten. Een sleutel. Je ziet hem bijna niet. Oké, we gaan even voor het eerst in... Nou... 3-4 maanden tijd denk ik. Dat ik mijn Jaden setje uitdoe. Ik denk dat ik... misschien dat ik wel steel aan ga trekken. Even kijken wat het mooiste is. Ik denk dat dit wel een vette outfit gaat zijn. Yeah boy! Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. You know what it is. Wow, dat was bekruis. We gaan weer even verder. Sorry, dit ziet er raar uit. Dit wil ik niet. Dit wil ik wel. Er is misschien nog meer. Namelijk, ik heb ook nog in mijn kantoortje allemaal spullen liggen. Dus dat krijg ik nooit allemaal mee. Dat kan ik nog meenemen. Maar dat is dus de reden. De city is gewoon te gevaarlijk om hier eigenlijk een YouTube plek te hebben. Er zijn echt al 15 man dood gegaan. Puur die alleen maar wouden kijken. En dat is natuurlijk... Ja, ik weet niet. Ik vind dat zielig. Voor spelers die gewoon alleen maar geïnteresseerd zijn in... We gaan even kijken wat David doet. En dan dat ze gekild worden. Dus we gaan iets anders doen. En of het leger deze krijgt. De staat... Een bende, I don't fucking know. Maar ik ga incashen en ik ga hier flink aan geld aan verdienen volgens mij. En al mijn geld, dat wordt gestoken in iets anders. Onder andere een huis. Want ik heb hier een sleutel. Sunnyville 8425. Ik weet niet waar het is, maar het is bij deze van mij. Want dit was mijn huis wat ik kreeg en Rauben kreeg de 3 kleine huisjes. Oh, even kijken wat zij... Oeh, dat moet ook nog mee natuurlijk. Ja. Pillen. Heeft in de man nog meer dingen liggen? Volgens mij niet. We moeten even de kantoortjes legen. Waar was ik? Ik had het over... Ik weet niet eens waar ik het over had. Oké. Voor mij is dit allemaal wel clean. Alleen mijn kantoor denk ik niet. Voor mij zitten die dubbelkisten vol. Ook Flakito's spullen zitten hier voor mij nog in. Denk ik. Ja, dit is nooit allemaal van mij. Nooit een keer. Oké.
wat is wel van mij? Dat is de vraag. Ha. Huh. Duffy Black? Ik weet het niet. Ik denk dat dit allemaal van hem is, eerlijk gezegd. Ja, vuurwerk niet. Voor mij is Bob de Power Boots. Voor mij is dit allemaal van Flakico en moet die jongen dat nog meenemen. Dus dat moeten we hem binnenkort maar even geven. Jesus, een inventory vol aan spullen. Straks veel geld op de bankrekening als ik dit verkocht heb. En dan moet ik dus een huis gaan zoeken. De vraag is waar? Waar zullen wij een huis gaan halen? Wat vinden jullie? Heb ik eigenlijk nergens anders meer spullen liggen? Nee hè, voor mij was dit het wel. Denk ik. We kunnen op zich even gaan kijken naar... Oké, als ik zoveel geld heb, wil ik een huis hebben. Maar aan de ene kant wil ik hem ook wel in de heel kopen. Maar ik heb er alleen in Sunnyville. We kunnen even gaan kijken in Sunnyville. Hallo. Server Mytopia. Nee. Mytopia Sunnyville. Even kijken. Ja joh, anders knip ik het eruit en moet ik het hele stuk lopen. Niet zo zeer... What the fuck doe ik in een rechtbank? Interesting. Oké. Okay. Misschien dat iemand het hier wel weet. Dit is Lee, Schattenbout, Fox Geo, die weet dat toch wel? Ik heb geen idee waar het is. Oh my god, een museum. Het lijkt zo ontzettend erg. Het spijt me. Ik weet niet van wie het is, maar het lijkt. Ik kijk de andere kant op. Dit museum, hier zo. Oh my god, zie mijn FPS. Het dropt echt insane hard. Oh. Volgens mij zijn ze aan het verbouwen hier. Nogal, ja. Ze zijn eindelijk met die straten bezig. Dat we echt goede straten gaan krijgen. Ik hoop het. Met die auto update. Ik hoop het. Ik hoop niet dat het groen blijft. Though. Toch? Waarom zou je dat doen? Het ziet er echt heel apart uit. Gemeente Sunnyville. Daar moeten we zijn. Misschien dat zij mij kunnen vertellen waar het plotje is. Ja! Ja, Fox Geo. Oh, er zijn nog meer mensen. Nou, dat ben ik. Plotinfo, Data Soleil, die moeten we hebben. Maar waar? Waar is Data Soleil? Zullen we gewoon naar hem tp'en? Ik sta nog in Vanish. TP, DT, CL. Leon! Oh shit, dat zit hij niet. Leon! Nu zit hij het wel, denk ik. Ik moet hier als het donder weg. Hallo, Leon, hallo. Hoi! Weet jij welk plot dit is? Het is gekocht door Raben voor mij, maar ik weet niet eens waar het is. Ik hoop dat hij het weet, anders zou het echt heel lullig zijn. Ja, no problem, no problem. We wachten wel even. Dus, het eilandavontuur is voorbij. Dat zal binnenkort ongetwijfeld van iemand anders zijn. Ja, wow. Inderdaad, officieel Daan. Damn, speelt hij nog? Speelt hij weer? Ik denk dat hij weer speelt, hè? Eiland is weg. Ik heb dus een huis in Sunnyville. Ik wil misschien eentje in de Hill. Ik zit ook te... Waar is dat? Stomme vraag, maar kan je me brengen? Ik heb echt geen flauw idee waar het is. Ik heb dus een huis hier in Sunny. Dat is leuk. Maar ik wil eigenlijk meer dan een huis in Sunnyville. Oh, tuurlijk. Nice. Leon is de beste. Holadie. Goed zo, Leon. Oh, we gaan terug naar diezelfde plek. Of niet? Daar kwam ik vandaan. Oké. Okay. Oh ja, hier is het gemeentehuis. Luxury, zegt hij. Robin zei al dat het een villa was. Maar ik wist niet wat voor villa dan. Maar blijkbaar is het echt een luxury resort of zo. I don't know. Huis in de Hill. Huis in Sunnyville. En dan hebben we dus miljoenen, nou niet overdrijven, maar heel veel geld om te gaan investeren in iets. En ik weet al wat. Ik heb er al wat sollicitaties slash afspraken voor lopen. Als het mij lukt, dan gaat het heel vet worden in downtown. En dat betekent ook eigenlijk dat ik mijn criminelen ding wel achterlaat. Oh, hier! Wat een vette plek als het hier zou zijn. Ja, op zo'n eiland in luxury. I like it. Mijn criminele past is dan achter mij. Ik besef ook wel, ik ben natuurlijk geen crimineel, weet je. Spelers zijn er beter in, sommige mensen, anderen niet. Sommigen zijn er heel slecht in crimineel zijn. En ik ga dan eigenlijk een soort van legitieme business starten. Geen voedselwinkel, geen kledingwinkel, don't worry. Ik ga niet concurreren met de economie en met de spelers. Dat zou ook een beetje flauw zijn natuurlijk, omdat dan mijn winkel misschien heel druk is. Misschien ook niet hoor.
Maar dat zou ik echt heel erg rot vinden als dat zo zou zijn. Leon, je bent te snel, maat. Ik kan je niet bijhouden. Oh my god, zijn dit de huizen? Dit is zo dope. Het lijkt een beetje van die tiki-huts. Een beetje dit. Ik ben hier nog nooit geweest ook, trouwens. Ik ben tot en met daar gegaan. Dat was de glazen boot, volgens mij. De Big Brother. Luxury Reef. Ik ben hier nog nooit geweest, ik zweer het je. Oh my god, dit heeft een beetje Honolulu-achtig. Dit is gaaf. Waarom ben ik hier nog nooit geweest? Ik weet wel dat in de volgende aflevering, we eindigen even met waar het huis is. In de volgende aflevering gaan we gegarandeerd even kijken in de Hill. Huizen shoppen. Want als ik het geld heb, dan why not? Oh my god, dit is zo vet. Zo vet. Als het goed is die van Ruben. Ja, nice. Ik kom zo even met Ruben de overdracht doen. Thanks. Is het een duur huis? Ik heb geen idee, maar we hebben dus de sleutel. Daar is de sleutel. Dus we kunnen alvast... Wat? Oh. Ja, is goed. Ik weet, het is echt een dingetje, maar we hebben de sleutel, dus we gaan heel even kijken. En dit is echt zo dope. Het is kleiner dan ik dacht, though. Ik dacht echt dat het huge was, maar dat valt wel mee. Soon, zegt hij. Ja, zo gelijk. Ik vind het vet. Het is echt een luxury huisje. Oh, maar je kan nog hoger. We hebben nog een zolder. Oh, en daar moet je slapen. Ik snap het helemaal. Wij gaan binnenkort gaan wij op zoek naar een huisje in de Hill. Daarna ga ik jullie laten zien, met alvast een beetje een hint naar wat het gaat zijn. Wat ik van plan ben, want als het allemaal gaat lukken, zeg maar. En ik zoek daar ook personeel voor, in ieder geval. Mensen met een goede babbel. Teamspeak zou wel handig zijn. Oh my god, hij heeft een veel dikker huis. Veel dikker! Van wie is dat? Ik moet het weten. Van wie is dit huis? Dit is van Plot Info. Oh my god, Davy, fuck jou! Ik heb echt een mini-huisje. Maar hij is wel schattig. Right? Blijkbaar is dit nu mijn huis. Voorlopig. Ik kan hier mijn spulletjes straks dumpen. Ik moet even overdracht doen met Leon. Ik weet niet waar het precies over ging. Maar dit was wel het einde van de video. De volgende video dan gaan we lekker op huizenjacht. Die video daarna mijn geheime project. En dan denk ik ook dat ik inmiddels mijn geld wel heb. Of misschien zou die al verkocht zijn. We gaan even kijken. Ze hebben mij al betaald. Maar ik kon nog op mijn eiland. Of niet? Was het mijn eiland niet meer? Ik heb geen Plot Info gedaan. Jongens, we hebben 2,5 miljoen. Zijn we dan bij... Dat is vet veel! Zijn we dan bij deze de rijkste persoon op de server? Nee, er zijn mensen die rijker zijn. Dat kan niet anders. Maar, laat even een like achter. Abonneer op DDC. Want morgen gaan we lekker verder. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!